Vandaag is het koningsgieten bij het Gilde Sint-Barbara Sint-Joris. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Vandaag wordt koning geschoten. Uiteindelijk gaan er 10 schutters meedoen aan koningsschieten. En hoe dan ook zal er om 6 uur uiterlijk, of 6:15 uiterlijk, een koning zijn. Een nieuwe koning voor de komende 2 jaar. U zegt er doen 10 schutters mee. Ja. Kunt u eens vertellen, worden die uitgekozen? Nee, de schutters zijn over het algemeen getrainde schutters. Getrainde die regelmatig zeg maar proefschieten. En zij hebben zich opgegeven. Er is een lijst gemaakt, gelood. En op een gegeven moment, zo in volgorde van 1 tot 10, mogen ze nou om zijn beurt schieten. Tot hier af ligt de vogel. En dat gaat waarschijnlijk in gedeeltes die vogel eraf schieten? Of komt hij in één keer in zijn geheel naar beneden? Het is heel vaak zo dat hij heel lang heel blijft. En als je begint af te brokkelen, dan gaat het meestal snel. Maar het begint toch vaak met de vleugels, de kop, de staart. Dus zeg maar in gedeeltes komt hij naar beneden. Maar het kan best zijn dat ze een half uur bezig zijn voordat er iets vanaf komt. En dan in één keer beginnen ze zeg maar stukjes en een beetje eraf te schieten. Ik mag vanaf november 2002 beschermvrouw zijn van dit hele mooie gilde. En je moet het eigenlijk zo zien dat een beschermvrouw heeft een beetje adviserende taak. En voor mezelf vind ik het heel belangrijk om een verbindende taak te hebben. Dus een verbindende factor te zijn binnen het gilde. De huidige koning. En u gaat er weer voor. Voor het nieuwe koningschap. Ik ga er weer voor. 4 jaar geleden ben ik koning geworden. En toen na 2 jaar brak de corona uit. Dus er werd niet geschoten. Dus mijn koningschap die werd verlengd. Nou gaan we weer schieten. Ik hoop dat ik weer koning word. Maar dan word ik geen keizer. Je moet 3 keer koning zijn. Ja, en dan de derde keer. Als je 3 keer koning bent, dan ben ik keizer. Oké, dankjewel. Hoe vinden we het tot zover? Ja, leuk. Het is altijd leuk. Echt cultuurhistorisch. En ik vind het gilde sowieso een aanwinst voor onze gemeenschap. Dus, u heeft ook iemand van de familie die bij? Mijn man en mijn schoonvader, die heeft vanaf het begin af aan. En mijn zwager, die zijn vanaf het begin af aan bij de heroprichting van het gilde bij geweest. Ja. Echt traditioneel in de familie? Traditioneel in de familie. En nu? Ja, mijn man die zit erbij en mijn 2 zoons die zitten erbij. En mijn vader die heeft net als haar schoonvader het mee heropgericht. Hey, kop erop. U bent ook lid van het gilde? Ik ben kringvoorzitter. En dat houdt in? De regio. Het gilde van Boksel is aangesloten bij het kwartier van Oorschot. En daar mag ik voorzitter van zijn. Een van die hele mooie versierselen, zoals ze wel eens ooit zeggen. Ja. Maar dat is een beetje oneerbiedig, hè? Nee. Dus, kunt u eens uitleggen waar ze voor staan? Dat is de voorzittersketting van het kwartier van Oorschot. En die is ooit in 71 hebben ze die laten maken. En de toenmalige gemeente, die wapens, die hebben die gemeente betaald. En die staan ook op de schakels op. Prachtig. En wat voor metaal is het eigenlijk? Zilver, hè? Bij het gilde is altijd zilver. Hè? Ik ben de gildeheer en ik kan in principe bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn, maar natuurlijk vooral bij de belangrijkste bijeenkomsten. Ja, het gilde probeert in verbondenheid met de samenleving, maar ook met de kerk, het goede te bevorderen in de samenleving van oudsher. En allereerst door zelf een sfeer van broederlijkheid te creëren, maar ook door af en toe wat goede doelen op te pikken en zich daarvoor in te zetten. Dus op zich is het gewoon een leuke, goede groep. En ik kom die mensen natuurlijk ook bij andere gelegenheden tegen, want ze zijn vaak ook vrijwilligers, gewoon in het dorp, in de kerk. Maar, dus het is gewoon een leuke groep, goede mensen. En ik
probeer daar minstens bij de belangrijke bijeenkomsten probeer ik dan bij te zijn. Als er een winnaar is aangewezen, ja, wat gebeurt er dan? Dan moet hij een aantal vragen, de koning, hij of zij moet dan een aantal vragen beantwoorden. Of hij of zij bereid is, zeg maar, de gedragscodes van het gilde, of u daaraan wil voldoen. Dat is bijvoorbeeld bij alle activiteiten zijn en noem maar op. Het gilde met ere uitdragen. Dan worden handen gewassen. Dan krijg je de omhangen van de keten, zeg maar de koningsketen, de koningsbreuk. Dan mag de koning over het vendel heen lopen, dat is de bijzondere eer. En dat is zeg maar het ritueel om koning te worden of koning te zijn. Ik vind het enorm belangrijk dat we in Boxtel gildes hebben. En dat heeft te maken met het feit dat het natuurlijk toch een traditie is die voortgezet wordt. En we hebben in het huidige leven al heel veel verloren. Dus een beetje oog voor het verleden, om daarvan te leren en vooruit te kijken naar de toekomst is het mooiste wat er is. Dus in Boxtel hebben we het gilde Sint Joris en Sint Barbara. En dat gilde heeft absoluut behoefte aan nieuwe leden en een hoop jeugd. En ik hoop dat dat gaat lukken voor de toekomst. En dan weet ik zeker, dan gaan ze een hele mooie toekomst tegemoet.